Jan Kottelenberg wordt de nieuwe burgemeester van Neder-Betuwe. De gemeenteraad heeft bekendgemaakt hem voor te dragen. Kottelenberg is al jaren wethouder in Lochem. Hij laat weten blijdschap en vreugde te voelen dat het gelukt is een nieuwe stap te zetten in zijn carrière. Het is de bedoeling dat hij 7 april wordt beëdigd. Hij volgt Kees Veerhoek op, die dit jaar 70 wordt en per 1 april vertrekt. De 58-jarige CDA is momenteel wethouder in Lochem, waar hij de portefeuille werk, inkomen en mobiliteit heeft. De raad ziet in hem een man die zich gemakkelijk mengt in groepen die de samenwerking in Rivierenland zal zoeken en die de nodige bestuurlijke ervaring heeft. Zo heeft hij naast het 10-jarig wethouderschap 12 jaar in de Provinciale Staten van Gelderland gezeten. De benoeming van de burgemeester gebeurt uiteindelijk door de koning.